Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag. En ik heb lekker gewerkt op kantoor. Ik had stoordag. Dat betekent dat je in een store staat. Dan sta je in de winkel. En dan moet je de koffie verzorgen. Ik heb natuurlijk die barista training gehad. Nou, ik kan nu steeds beter die koffie zetten via dat apparaat. Zo'n Illy koffiezetapparaat. Dus ik heb lekker in de store gestaan. Ik heb ook wat beelden gefilmd. Die zien jullie hierna of hebben jullie hiervoor gezien. En ik had op zich wel een chill dagje. De dag duurde wel lang. Omdat ik in de store stond en normaal ben ik aan het werk natuurlijk achter. En dan gaat het veel sneller. Maar goed, dat was prima. En morgen werk ik thuis. Morgen is het donderdag. En ik werk vrijdag ook thuis. Omdat... ik met Jana en Lieke naar een feestje ga vrijdag. En dat begint al om 6 uur, maar dat redden we sowieso niet. Want Jana moet nog uit Utrecht komen. Kut, ik heb... Dit mag volgens mij niet. Ik heb een peeling opgedaan van The Ordinary. En volgens mij mag ik dan niet deze exfoliant gebruiken. Oeps. Maar goed. Dus ik heb een feestje vrijdag wat op tijd begint. Dus ik dacht, als ik dan alvast thuis ben... Dan is dat wel chill. En dat mocht. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus ik werk morgen en vrijdag thuis. Ik heb dus 2 pakketjes binnengekregen. Eén van Tesfi en eentje, een nieuwe van die body. Want ik was, nou ja, ik weet niet precies wat er was gebeurd. Of ik ben blijven haken. Maar in ieder geval... Hij was gescheurd. Dus dat was heel zonde. Omdat ik het echt een mooie body vond. Dus ik heb een nieuwe van ze gekregen. Echt super goede en snelle service. Maar goed. Dat kan ik op zich zo nog wel even aan laten zien in mijn kamer. Als het licht een beetje meewerkt. Wat ik nu ga doen. Is mijn tanden poetsen. Met deze tandenborstel. Ik heb een nieuwe van mijn moeder gekregen. En dan ga ik dus nog wel even denken aan jullie. Die broek van Tess Fielding. Ja, het is niet heel bijzonder. Het is gewoon een soort skinny jeans. Ja, skinny jeans. Ik draag nooit meer skinny jeans. Maar ik zag laatst op Pinterest een hele leuke outfit met dus een strakke zwarte broek. En een Dr. Martens of andere laarzen. En dan een zwarte blazer en zo. Helemaal zo'n zwarte outfit. En ik heb dus geen strakke zwarte broek. Dus ik dacht, die moet ik eigenlijk wel weer even hebben in mijn kast. Dus die heb ik uitgekozen, want ze hebben binnenkort Denim Day volgens mij. Van hun eigen jeansmerk. Maar goed, dat laat ik zo even zien. Oké, ik weet niet of dit heel slim is dat ik jullie hier neerzet, maar blijf zo staan. Ik doe even mijn bril op, anders zie ik echt niet waar ik naartoe praat. Oké, ik heb van Tesfi een pakket ontvangen. Wat zit er nog in? Een Douglas kaart. Wat is dit? Keuze. Een cadeau of zo. Oké, leuk. Nou, oké. Dit is de... Ze hebben nu dus een actie. Friday Denim. Volgens mij heb ik vorige keer ook laten zien. Maar ze hebben dus nu eigen broeken. Zeker het kijken waard, want die ander zit ook echt super fijn. Oké, dit is dus de skinny jeans. Oké. Hij heeft volgens mij super veel stretch. Ik hoop dat ik hem pas, want ik ben voor een XS gegaan. Maar ja, dat ga ik nu even niet passen, maar morgen doe ik dat wel even. En anders loopt hij hopelijk nog een beetje uit. Het plastic hierin. Dat moet dan opgeruimd. Nou ja, en dat wilde ik eigenlijk even laten zien. Want die body, die hebben jullie al gezien. Dat is gewoon weer een nieuwe. En dit is dus de broek. En ik hoop echt dat ik hem pas, want ik vind hem best wel klein. Maar dat laat ik morgen wel even weten. Ik kan nog even wat filmpjes kijken. Ik heb mijn telefoon in bed. En dan ga ik ook lekker slapen. Ik begin morgen wel om 10 uur.
Dus dat is wel fijn. Even een uurtje langer uitslapen. Dus ja, ik ga lekker in bed liggen. Oké, ik heb die broek toch even aangedaan. Maar ik pas hem gelukkig gewoon. Alleen, hij zit wel... Ja, oké, ik heb nog wel ruimte, maar... Zit hij op een kaartje? Hij zit strak, maar niet pijnlijk strak of zo. Tenminste, niet verkeerd strak. Ja, en hij loopt denk ik ook nog wel een beetje uit. Dus hij zit ook lekker hoog. Boven mijn navel. Dus dat is heel chill. Dus, dat is de broek. Doei. Een hele goede avond. Alweer in de badkamer. Het is vandaag donderdag. Ik heb thuisgewerkt de hele dag. Ik heb niet gefilmd, want ik had best wel een bezig dagje. Geen super stressvolle dag of zo, maar gewoon lekker ja, bezig. Het is 5:10, dus ik ben net gestopt met werken. Ik ben helemaal klaar voor vandaag. Ik heb vanmorgen zelfbruining opgedaan van deze. Dat was niet de bedoeling. Kijk, van Tamriful. Zo'n mousse met een handschoentje. Maar op zich zie ik er best wel lekker bruin uit. Voor mijn gevoel niet te erg. Want ik had de laatste keer, toen was het echt veel te erg. Dus dat is wel een aanrader. Het is, ik weet eigenlijk niet, Golden Brown Tanning Mousse. Hij is vegan en, even kijken wat zit erin. Ja, geen idee. In ieder geval goed. Ik weet niet of hij echt voor je gezicht is, maar, oh jawel, body and face. Toppie. En ze zeggen dat het na 5 uur pas echt het meeste effect heeft. Maar goed, ik ga lekker harder vers koken. Ik ga lasagne maken met pasta, of pasta, met spinazie. Courgette en roomsaus of zo en kaas en zo. Dus ik ben super benieuwd. Ik vind die lasagne van HelloFresh dat heel erg lekker. Maar het duurt wel even, dus ik ga zo meteen beginnen. Want dan kunnen we anders pas vet laten eten. Dus dat ga ik even lekker doen. Gelijk wat. Want dit is Spaar, Meersen, nog wat brugjes. Een hele goede morgen. Het is 47. We moeten zo weg. Lieke en ik gaan naar de Eihallen. We zijn gisteren naar dat feestje geweest. Dat was een leuk feestje. We zijn ook nog even naar de stad geweest. We waren laatst thuis. Ik denk dat we 4:30 pas sliepen. En het is nu dus 7:50. Dus sorry, ik moet even goed filmen. Dus ik zie er een beetje moe uit. Maar we gaan naar de Eihallen. Ik zal daar proberen te filmen. Ik ben er nooit geweest, dus ik ben heel erg benieuwd. Goedemiddag. Het is inmiddels. Oké, het is 4:45. Lieke en ik hebben echt een hele lange dag gehad op de Eihallen. We gingen om 7:00 ons bed uit, 8:00. 8:00 in de tram, 9:00 daar. 8:00 in de tram, 9:00 daar. En we zijn tot 1:04 geweest, zoiets. Half 4:00.
best wel gaar. Het was koud daar en we hadden echt zware tassen. Op een gegeven moment deden onze schouders ook echt zeer. Ja, we hebben heel veel gekocht. Ja, we hebben heel veel gekocht. maar goed, ik zal even alvast laten zien wat ik heb gekocht. Maar daarvoor moet ik even op een statief zetten. Dus dat ga ik nu even doen. Het licht... Moet je even steeds zo doen? Het licht werkt niet echt mee. Oh, ga ik het echt zo naast? Oké. Nee, wacht even. Dat doen we anders. Doe maar zo. Zo. Amazing. Oké, jongens. Dit is mijn zak. Ik heb echt wel leuke dingen. Oh, er valt een bonnetje uit. Oké, ja, dat is ook mijn boodschappentas. Zo, het ruikt wel echt naar oud, hè? Ja, naar vintage. Ja. Oké, allereerst. Oké, wat ik als eerste kocht zijn deze twee blazers. Deze. Ik ga even niet aantrekken, want dan moet ik helemaal staan. Ik denk niet dat jullie het dan weer goed zien. Maar deze heb ik hier helemaal lekker een zak. Super handig. En deze was, hoe duur was deze eerste ook weer? Is het die eerste of de tweede die je had gekocht? De allebei die twee, zeg maar 10. Oh, die was 15. Allebei 15. Oh ja, allebei 15. Dus deze was 15. En deze was ook 15. Kijken. Deze, als hij scherp stelt. Er zit een leuk werkje in. Dus dat is nummer 2. Nou, dan heb ik nog een blazer. Dat is deze. Een beetje geel met een rood lijntje erin. En de binnenkant is blauw. Vind ik ook wel leuk. En die heeft ook een zakje binnen. Dus deze was volgens mij echt maar 10 euro. Echt tientje. Ja, deze was maar 10 euro. Nou, helemaal niet duur. Dan heb ik een heel leuk spijkerjack. Die was 20. Nee? Ja, 20. 2 voor 40. Oké, die kan ik wel even aan doen. Want die staat ook heel leuk op die broek die ik nu aan heb. En hij valt heel mooi. Gewoon lekker groot. Maar niet te groot. Kijken. Kijk, dat is pas perfect. Helemaal leuk. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Ik ga het wel allemaal even wassen, want het ruikt echt naar... Ja, gewoon oud. Alsof ik weer op de kringloop ben. Het dus was natuurlijk ook zo. Ja. Maar, dan deze. Als allerlaatst. En deze was ook 20. Ja, want ik had dus... Een korting 2 voor 40. Ik weet niet waarvan dit is. HM mode. Ja. Nou. Heb ik deze. En het is een beetje zo'n... Je kan niet heel goed zien, maar aan de achterkant zit dat elastiek. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Super leuk. De binnenkant is wat lichter. En even kijken, waar was het nog anders? Nee, dan zie je dat niet. Hè? Was die andere die ik aan had? Ja, was die andere jas. Ik wil al zeggen. Ik had nog een andere, maar dat leek alsof het alsof er allemaal zand in zat. Dat vond ik niet lekker. Nou goed, dat zijn mijn aankopen. En Lieke heeft ook heel veel, maar waar zit dat? Hier, laat die achter. Die staat daar. Dat zou ik zo ook nog even laten zien. Oké, doei. Ja, nee, jij hebt denk ik meer kleding gekomen. Ik heb nog gewoon een andere zooi. Ja, oké, ik was nog net vergeten dat ik ook... Je hebt hem aanstaan. Ja, ik was net vergeten dat ik ook deze heb gekocht. Dan moet je uitknippen hoor. Hoezo? Even opnieuw doen. Oké, ik was net vergeten te vertellen dat ik deze ring nog heb gekocht voor 9 of 8 euro. Deze met zwart. En Nick heeft ook een ring. Heb jij hem om? Ik heb hem om. Oh ja. En ze kreeg eentje bijna niet meer af. Oeps. Oké, maar Lieke heeft dus ook heel veel gekocht. Lieke was eerder geslaagd dan ik. Ik had eigenlijk nog niks en Lieke had echt al 5 dingen toen. Ja. Want ik wilde eigenlijk zo'n vintage tas, maar dat was er gewoon niet. Ik heb echt geen kraampje gezien, dus dat was wel jammer. Maar ik ben uiteindelijk toch wel goed met andere dingen geslaagd. Maar ja. Lieke heeft ook een hele grote tas. Wacht, kijk, zal ik de tas even laten zien. Ja. Hoppatee. Echt een vette grote tas. Dit boodschappentas, helemaal mee geshout. Ja. Nou. Maar ja, die is mooi gevuld. Kijk. Oké. Andere kant, deze kant. Deze kant. Dit is zo'n persisch tapijtje, zo'n heel kleintje. Voor op tafel. En dan kun je zo'n leuke kristalglazen opzetten. Nou, dat. Heel leuk. Moet ik ook zeggen hoe duur het was? Ja, kan. Hoe duur was deze? 5 euro volgens mij. 5 euro. 5 euro. 5 euro's. Oké.
Dan, even kijken, wat is de volgorde? Nou, dat weet ik niet meer. Ik doe een volgorde. Oh ja, die trui bij dat meisje. Dan deze. Deze is echt 2 euro, toch? Deze trui 2 euro. Deze trui, heel lekker groot, ja. Oversized. Er zitten wel hier wat, wat zo, haaltjes. Wat bleekvlekjes in of zo, zei ze. En wat haaltjes. Ja, maar boeien. Voor die 2 euro, prima. Dat zit ja, toch niet. Leuk. Dat. Dan. Had jij die 2 jacks, volgens mij. Oh ja, ik heb ook 2 leren jassen. Ook voor dezelfde prijs. 2 voor 40. 40. Dat is eerst deze. Ja, die is ook heel leuk. Kun je het goed zien? Ja, ja. Die is zo van bomper leren jack. Ja. En die zit ook echt lekker zo breed. Dus die is top. Dat. En nog een hele andere super grote oversized jas. Oh ja, jas. Die moet ik nog even, aantrekken. Ja, een bruine. Zo. Die spelt dan weer net iets langer dan die ander. Ja. Maar die is ook wel getailleerd dan aan de onderkant. En die heeft allemaal van die zakken en vakjes. En op de, en hier zit ook weer, even kijken. Hier zit een zakje. Binnenzakje. En hier zit weer een zakje. Ook allemaal zakjes. Hoe duur was deze ook? Nou, 42 dus ook. Oh ja, natuurlijk. Ja. En ja. Nou, dat is zo de achterkant. Nou. En ook echt leer, toch? Allemaal echt leer. Ja. Dat is natuurlijk dus echt, dat? Oh, ik ben helemaal niet in beeld. Dat is natuurlijk echt geen geld. Zo. En oké. Dan 2 blazers. Eerst deze. En deze is. Kun je het, zie je het goed? Ja, moet even weer even scherp stellen. Ja. Okay, nou, dat is, en dat, die heeft een beetje zo'n patroontje. Ik word hier steeds beter in. En deze is van Valentino. Ja. Dus een merkblazertje. Nou, ik vond het ook wel een keertje leuk. Ja, heel leuk. Dus dat. En die zit ook helemaal leuk. En nog een blazer. En die heb ik op dezelfde plek gekocht als Mandy ook. Die was ook maar 15 euro. Oh ja, ja. Die is ook leuk. Deze, en die zit dus ook zo'n... Een soort van oud, jaren 80 retro patroontje. En het valt allemaal lekker oversized en leuk op een spijkerbroek. Of moet ik even eentje aantrekken? Ja, trek maar even eentje aan. Kun je het even goed ik zien? Ik heb ook die brownie als en die, hoe heet dat, spijkerding aangedaan. Ja, heel kijk, leuk. Oh. Nou ja, het is niet helemaal, beeld, maar... helemaal prima. Ja. Ik vind hem heel leuk, ook met dat grijs eronder. Ik vind dat mooi. Nou ja, dus dat. En die schouderfluw is helemaal niet erg dat hij wat uitsteekt. Nee, hè? Nee, dat staat juist wel mooi, vind ik. Brede schouder. En even kijken, wat nog meer? Je tas. Dit, zo'n ouderwets leren heuptasje. Ik vond het wel leuk. Maar het is ook van leer dus? Ja, ook van leer. Oh, ja. En ja, weet ik wel wat ik hiermee ga doen, maar gewoon voor vakantie vind ik altijd. Ja. Ik heb wel 1 fanny pack, maar ik dacht, het is gewoon eentje extra voor die bij. En deze was 4 euro. Ja, ook niet duur. Ook niet duur. Dus dat is ook leuk. En nog dit geinige dingetje. Een taartje. Voor mijn moeder, want die zwaait die dingen vraagt niet meer op. Was dat het? Dat was het volgens mij. Ja, en die ring. Oh ja, dat gaat het zien. Nou, dus dat. Ja. Dus dat waren onze aankopen bij de eilanden. Ja. En ik heb ook nog een TikTok. Tenminste, we gaan nog een TikTok maken. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hoe die wordt, die TikTok. We hebben heel veel gefilmd wel. Ja. We hebben nog rug en ja, ook. Ja. We hebben nog lekker geluncht bij Plek, heette dat toch? Ja, dat is aan het water. Als je naar de Ayala gaat, dan is er vlakbij echt 5 minuten lopen. Een heel leuk restaurantje. Ja, café. Ja, het is wel een restaurantje. Ik kan ook uitgaan. Dus een beach aan het ei. Heel leuk. Leuk, leuk. Ja, en het eten was echt heel lekker. We hadden avocado toast. Dat was echt lekker. Maar goed, over eten gesproken. Wij gaan even kijken naar de Fresh. Een hele goede avond. Ik
praat weer een beetje zacht, want het is al laat. Of tenminste laat, het is niet laat, maar ik weet niet wie er al slaapt. Het is vandaag zondag. En vrijdag is Lieke bij mij gekomen. Toen zijn we uit geweest. Ik heb er allemaal wat beelden van gemaakt, dus dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Maar ik heb vanmorgen niks meer gefilmd. En zaterdagavond ook niet meer. Of althans zaterdagmiddag wel, toen we van de eilanden terugkwamen. Was echt super leuk. Maar ik heb vandaag de hele dag letterlijk niks gedaan. Tenminste, ik heb alleen even de badkamer een beetje schoongemaakt. Maar ook nog niet klaar. Ik zou mijn kamer stofzuigen, heb ik niet gedaan. Maar ik was zo moe. We hebben het heel leuk gehad, dat feestje en in de stad. Maar wij hadden echt maar 3 of 4 uur slaap. Omdat we natuurlijk weer 's ochtends naar de eilanden moesten. Dus daarvan word je natuurlijk ook moe van dat slenteren en zo daar. Dus ik heb vandaag echt gewoon heerlijk op de bank gechilled, tv gekeken, lekker gegeten. En nu lig ik in bed als ik even mijn vlog aan het editen nog. En ga ik zo ook lekker proberen te slapen. Dus wel weer 10 uur, daar baal ik een beetje van. Ik was op tijd in bed gaan liggen, maar dan ben ik toch weer van alles aan het doen. Ik heb net lekker gedoucht en zo. Wenkbrauwen geverfd. Maar goed, morgen 7 uur uit bed. Weer een nieuwe week. Vrijdag heb ik terug een dag op school. Dus ik moet donderdagavond naar Jaren in Zwolle. Mag ik daar slapen? Super lief weer. Ik heb natuurlijk mijn plekje niet meer in Leeuwarden. En school begint. Het zou eigenlijk om 9 uur al beginnen, maar begint nu om 10 uur gelukkig. Maar als ik vanaf Amsterdam naar Leeuwarden moest, zo vroeg, moest ik om 5:45 's ochtends al weg. Nou, dat is natuurlijk echt niet te doen. Dus heel lief van Jade. Dus deze week werk ik alleen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. We hebben woensdag volgens mij, of dinsdag. Dinsdag de lancering van het nieuwe blad. Woensdag ligt hij in de winkels. Dus dinsdag zal het echt een drukke dag. Dus ik hoop morgen al het meeste te kunnen voorbereiden, zodat het dinsdag niet hectisch is. Want vorig jaar was natuurlijk de eerste keer dat ik alles deed. En toen kwam er echt zoveel op me af. Vond ik best wel een beetje spannend. Maar goed, heel veel zin weer in deze week. Ik ben lekker bezig. Dus helemaal klaar voor. Ik ga nu even de laatste dingetjes doen voor die vlog. En dan ga ik zo proberen te slapen. Dinsdag en mijn scherm is niet helemaal scherp. Nu iets meer. Ik ben me aan het make-up aan het afhalen, want ik ga zo even lekker in bed liggen. Ik ga Hunted Vips kijken. Dat heb ik gemist laatst. Dat was maandag gisteren op tv volgens mij. Het was vandaag weer een druk dagje, dus ik ben best wel moe. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ga lekker in bed liggen, even chill. Morgen. Morgen gaan we weer naar stage toe, naar kantoor. En dan donderdag thuis aan het werk. En dan ga ik donderdag na werk meteen naar Utrecht. En vanaf Utrecht naar Zwolle. Want ik slaap bij Jade, vet lief. Ik mag bij Jade, of mijn lens uit hoor. Ik mag bij Jade slapen. Want ik moet vrijdag naar school in Leeuwarden. En als ik vanaf hier naar Leeuwarden wil gaan en ik moet daar om 9 of 10 uur zijn, dan moet ik echt 6 uur weg hier. Volgens mij heb ik dat al verteld trouwens. Dus ja, dat is niet helemaal chill. Dus ja, dan zei hij van, je mag wel weer bij mij slapen. Dus heel erg fijn. Nou goed, dan heb ik vrijdag die les op school ook al even zin in. Om gewoon weer even lekker naar school te gaan en iedereen weer te zien en te spreken. En dan ga ik na die les weer gewoon lekker naar huis, naar Leeuwarden. Of naar Leeuwarden, naar Amsterdam. En dan heb ik even weekend. Ik heb zaterdag wel een feestje. Maar verder staat er niks op de planning. Gewoon even lekker chill. Ik had de laatste paar weekenden hele leuke weekenden. Maar ook wel gewoon vol. En dan merk ik toch dat ik niet echt tijd voor mezelf kan nemen. En dat heb ik wel nodig om even op te laden. Dus daar heb ik even lekker behoefte aan. Ik ga nu mijn kleur verder afhalen. Ik ga lekker douchen. En zometeen heerlijk in bed liggen. Oh ja. En ik ga de vlog afsluiten, want mijn moeder zit ondertussen te appen, vet schattig. Mijn moeder die was een dagje weg naar Amsterdam met een collega en haar trein reed niet.
Dus ze zei toen van, oh, kan ik even bij jou langskomen? Dus ik zei, natuurlijk, we hebben samen HelloFresh gegeten, vet gezellig, even gekookt. En nu is dus vanuit hier teruggegaan naar Den Helder. Maar ze moest eerst naar Lelila, van Lelila naar Sloterdijk. Van Sloterdijk moet ze straks naar Den Helder. Dus het was een hele wereldreis voor haar, want dat doet ze nooit. Dus ik had het helemaal proberen uit te leggen. En nu moest ze nog een tijdje wachten op de trein. Dus ik zeg, oh, dan kan je even naar de Starbucks daar, want die zit daar. Toen stuurt ze zo'n foto van, is dit het? Nou, dat was het dus. En nu stuurt ze een foto van de Starbucks, maar ze verstond haar naam verkeerd. Dus ze heeft haar naam verkeerd geschreven. Maar goed, ze zit even lekker daar. Lief. Even kijken. Nou goed, het is dinsdag. Dat betekent dat ik de week ga afsluiten. Ik ga hem zo even editen als ik in bed lig. En dan hoop ik dat hij snel upload. En dan kan hij morgen, als ik op kantoor ben, automatisch weer online komen. Gaat tot nu toe een keer goed. In het begin had ik daar een beetje moeite mee, maar ik heb mijn ritme een beetje in gevonden. Dus, vond je deze week vlog leuk? Doe je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En ik zou het leuk vinden als je me volgt op Instagram. En dan zie ik je graag in de volgende week vlog weer. Doei doei!